Van bouwkunde tot aan lucht- en ruimtevaart wordt er over gespeculeerd. Wie is de meest ondernemende wetenschapper van de TU Delft? In 2008 was dat Peter Rem. Een van de leuke dingen van ondernemende wetenschap is dat wat je maakt in het laboratorium, dat je dat ook echt ziet toegepast worden in de industrie. Er zijn natuurlijk vakgebieden waar datgene wat je in de wetenschap doet misschien pas 20, 30 jaar later in de praktijk wordt toegepast. Maar in de recycling zie je misschien binnen 5 of 10 jaar zie je al het resultaat van je werk. Peter heeft de afgelopen jaren 10 patenten gevestigd en 6 van deze patenten zijn inmiddels in de valorisatiestadium, dus die zijn daadwerkelijk naar de markt gebracht. Ik ben oorspronkelijk in Leiden opgeleid. Dat zijn allemaal heel academische wetenschappers zonder veel binding aan de samenleving, althans niet direct. Dus als je iets wil ondernemen, dan moet je aan een universiteit zoals Delft zitten. Kun je aangeven wat je doet om ondernemerschap en wetenschap te combineren in de praktijk? Nou, het gaat om een hele natuurlijke manier. Terwijl je bezig bent met afval, zie je waarde in die afvalstroom die mensen tot die tijd nog niet hebben gezien. En die je met behulp van jouw technologie opeens aan het oppervlak kunt maken. Wij krijgen bijna dagelijks mensen van de industrie langs die wel benieuwd zijn naar wat hier gebeurt. En dan komt er vanzelf een project en in veel gevallen vanzelf een nieuwe onderneming. Peter is heel creatief en hij combineert altijd de theorie en de praktijk. Kijkt naar of dingen economisch interessant zijn en ook wat de ecologische impact is. Kan je iets vertellen over wat er inmiddels gebeurd is met de prijs die je in 2008 hebt gewonnen? Op dit moment gaat een hele grote stroom van afval richting China, verre oosten. Om daar door handsorteerders deeltje voor deeltje uit elkaar gehaald te worden. Maar wat we nu aan het doen zijn is een mechanische handsortering maken die zo'n 100 handsorteerders kan vervangen. En daarmee wordt dat competitief aan wat er in het Verre Oosten gebeurt. Nou, ik denk dat een ondernemende wetenschapper heel erg gedreven is. Ik denk dat dat de belangrijkste eigenschap is. Je moet nooit gaan ondernemen als wetenschapper omdat dat van je gevraagd wordt of omdat dat misschien in de toekomst iets opbrengt. Je moet het echt zelf willen, denk ik. Thank you.